Wij zijn momenteel in het dienstencentrum De Halm op de Halmstraat. En wij zien hier achter mij een ontbijt en dat in het kader van Valentijn. Het wil niet zeggen omdat Valentijn voor de jongeren zou zijn. Wij vieren dat evenzeer met andere mensen van elke leeftijd. En als ze alleen zijn en ze zijn hier een groep, dan kunnen ze ook samen het gezellig maken. Wij zijn met 5 dienstencentra in gans Genk. Wat doen wij eigenlijk voor de mensen? Nu, wij organiseren activiteiten voor mensen vanaf 55 plus. En dit kan gaan van schilderen, tekenen, kaarten, petanken. Gezellig samen zijn door middel van een ontbijt of een feest of een brunch. Het is heel uiteenlopend en iedereen is van harte welkom. Wij werken hier met meestal in elk dienstencentrum minstens 3 vaste personeelsleden, maar wij worden heel sterk en erg ondersteund door allemaal vrijwilligers. Nu, wij moeten hierop baseren omdat we dat anders niet gedaan krijgen voor alle activiteiten in goede banen te leiden. Zij werken bijvoorbeeld aan de balie voor inschrijvingen, telefoontjes op te nemen. We hebben ook mensen die heel specifiek de koffie uitdelen of andere dranken. En dan hebben we degenen ook die nog helpen binnen de activiteiten. Zoals hier bijvoorbeeld vandaag het ontbijt. Die helpen het ontbijt klaar te zetten en ook daarna het afruimen. Ja.